Die bakkie gaan we nu dicht draaien. Om die lek, om het lek te maken. Om... Hallo allemaal. Welkom bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag, dus betekent een nieuwe week. Ik ben nu bij Bo. En een steltang. Zonder! Ja, die is van Dyson. Jij weer. Maar we gaan een video opnemen. Echt super leuk, hè? Dat we hebben hier een zak. En hier zitten allemaal onbezorgde pakketten in. Ik heb ook zoveel zin in onze Sinterkerstavond. Oh, dat wordt zo leuk. Mijn vader gaat precies dan bij het leeuwtje eten. Oh, nou. Ja, perfect. Dus en dan gaan wij ook lekker niet weg hier. Maar hier gaan we dus een video van maken. Dus ben je daar benieuwd naar, dan moet je dat even checken. Het is gewoon heel leuk. Dat is wel een heel leuk tafelkleed. Zoals jullie weten is het bijna Black Friday. En ik heb echt een superleuke samenwerking met Lounge. Voor de mensen die mij al lang volgen, die weten dat dit echt mijn favorite underwear brand ever is. Ik werk echt al... meer dan 2 jaar met hun samen. En altijd met super veel liefde. Mijn hele ondergoedcollectie is eigenlijk alleen maar Lounge. Ik heb de rest gewoon allemaal weggegooid en weggedaan. Ik merkte gewoon dat ik letterlijk alleen maar Lounge droeg. De kwaliteit is gewoon top. Het zit mooi. En ja, ze hebben echt super veel soorten, kleuren. Echt, ik was er helemaal blij van. En ik heb dus weer allemaal leuke nieuwe setjes mogen ontvangen. Voor de Black Friday sale. Dus die ga ik met jullie laten zien. Het linkje staat in de beschrijving en ze hebben nu tot een onbepaalde tijd 70% korting op de website. Er zijn geen persoonlijke discountcodes. Alles is gewoon de korting voor Black Friday. De link staat in de beschrijving. Dan zie je alle kortingen. Dus ik heb een aantal setjes van die dus tot 70% in de korting zijn. Dat is echt niet normaal. Lounge is niet per se goedkoop, maar het is echt een investering. Want ik heb die setjes, die ik dus echt wel meer dan 2 jaar geleden heb gekregen, dagelijks draag. Gewoon nog steeds. En ze zien er nog steeds zo mooi en nieuw uit. De kwaliteit is gewoon top. Dus het blijft gewoon goed. Ik ga dit unboxen. Moet jullie laten zien. Oké, het eerste wat eruit springt is dit felle roze kleurtje. En ik heb alle strings in maat S. Kijk hoe leuk. Ja, dit is de balcony, de OG balcony set. En dat is mijn favoriet. All time fave. Dus deze. En daarbij de bralette. Heb ik in de maat 70C. Helemaal top. Maar dit zit zo mooi. En ik heb dit roze kleurtje nog niet. Hoe cute. Dus dit is het eerste setje. Love it. Dan deze. Dit is een zwart met witte. Mooi met kanten en zo. Dit is de bralette. Oh, heel mooi. Ja, 70C ook. Ik heb alles in 70C, denk ik. Dus die ziet er zo uit. Zwart-wit kant. En dan zo. Heel mooi. En er zit ook een hele mooie string bij. Die zit zo. Die string zit dus van voor zo. Crossover. Dan heeft hij hier die band. En die band die zit zo chill. Het tweede setje. Dat is de Luxe Balcony set. Dan. Dit ziet eruit als een heel cute kleurtje. En zit er heel erg van. Wauw, dit is een heel mooi kleurtje. Kijk hoe mooi. Zo cute. Heel cute. Dan erbij passende string. Oh, dit is de Blue Balcony. Heel mooi. Gewoon die classic string. Super. Super leuk setje ook weer. Dan. Oh ja, dit is zo vet. Super vet kleurtjes. Ik heb gewoon letterlijk elk ondergoed gewoon in elk kleurtje gewoon. Hoe vet is deze? Hier word je toch gewoon helemaal blij van als je het ziet. Dit is toch te vet. En dan een string erbij. Mooi string. Leuk strikje. En hij heeft zo'n dubbele band zo. Heel mooi. Dat vind ik heel echt... tot nu toe de leukste, denk ik. Ik denk dat ik kon niet wachten om dit allemaal aan te trekken. Dit is de Neon Balcony. Dat was de Neon Balcony. Heel cute. Zie ik al wit met blauw of zo. Dit is echt het schattigste wat ik ooit heb gezien. Dit is de Fleur Balcony. En wauw. Deze zit een beetje, zeg maar zo, die beugel. Ik denk dat dit heel mooi zit. Maar kijk hoe cute die achterkant ook, met die strikjes. Heel leuk. Wat een leuke setjes allemaal. Wow. Dit is echt een hele mooie string. Het is een heel, heel ding, maar het gaat ze zo. Dan heb je dus van de zijkant ook weer dat het helemaal zo heel mooi zit. Echt heel sexy. Dit is de Fleur Balcony. En dan, last but not least, heb ik nog een heel chill sport
chill setje. Dat is de Second Skin High Rise Top. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Dus dan is dit de top ervan. Dat heel chill is met sporten. Nog zo'n lounge. Leuk kleurtje ook. Daarbij de Second Skin Legging. Oh, dit voelt zo lekker zacht. Die heb ik in maat S. Dus dan gewoon zo'n legging erbij. En daarbij nog een joggingbroek. Dus van of die legging of een joggingbroek aan. Als je gewoon na het sporten lekker wil chillen, kan ik zo'n lekkere joggingbroek erover aan doen. Super leuk! Het is inmiddels alweer avond en ik ben compleet vergeten om de set nog te laten zien en aan te trekken. Dus dat doe ik nog even. Kijk hoe super mooi. Echt. Nou, het zit echt zo mooi. Allebei in maat S dus. Zo ziet het eruit van achter. Echt. Nou, zo mooi. Het voelt ook zo lekker zacht aan. Het is echt. Ja, het zit zo lekker. Ik ga hier zo lekker in kunnen sporten. En ik vind de kleur ook heel leuk. Ik heb zo'n kleur sportsetje ook nog helemaal niet. En dit is dan de joggingsbroek. Die heb ik nu even over de legging heen aangetrokken. Maar ja, ook echt super leuk. Hele chille broek. Gewoon heel mooi. Zit top. Ziet er leuk uit. Helemaal leuk setje. Dus hier ben ik echt vet blij mee. Maar dit waren dus de setjes die ik nu weer heb ontvangen. Deze setjes zijn dus echt vet van de korting. Daarvoor moet je even de website kijken. Er zijn dus geen kortingscodes, helemaal niks werkt. Er is gewoon een mega sale op de website. En die is tot een onbepaalde tijd. Dat wil ik even met je meedelen. De Black Friday sale van Lounge. Super blij dat ik dit jaar weer mee mag doen. Dus check de linkjes in de beschrijving. Ja, heb je altijd al getwijfeld van hoe is dat? Zijn het chille setjes? Nou, ik vind het sowieso chill, maar kan het ook per persoon liggen. Is dit wel de kans om er eentje aan te schaffen en het uit te proberen? Want dan betaal je dus stukken minder. En dan kan je dus ook zien dat het echt je geld waard is. Dus ja. Het is inmiddels avond. Het is al 8:30. Ik heb even wat gewerkt vanavond. En ik ga zo meteen in bad. Daar heb ik echt super veel zin in. En ik moet ook een TikTok filmen voor de Xenos. Want ik heb allemaal leuke baddingetjes gekregen. Ik ga ze even laten zien, want het is echt heel cute. Lekker avondje voor mezelf. Zo'n badrek. Leuke kaarsje en zo. Even een kandelaar pakken nog. Hier ook nog een kaarsje. Lekker wierook. Schattig handje. Zeepbakje. Tandenborstelding. En dus een ding. Nou, helemaal cute. Het is inmiddels alweer een tijdje verder. Ik ben chips aan het eten. Top. En pakketje binnengekomen van Essence Make-up. Heel erg benieuwd. Er zijn gewoon nieuwe producten volgens mij. Essence Herfst Winter Update. Oké, ik ben benieuwd. Dit was vroeger, als je mij dit had verteld als ik 14, 15 was, was ik echt gaan gillen. Want Essence was echt mijn leven. Dat alles van Essence. En als er een nieuwe collectie uitkwam, dan ging ik meteen naar de kruidvat en dat helemaal halen. Ik vraag me af, zeg maar, onder of Essence onder de 14, 15 jaar. Nou, oud was je 12. Of dat nu nog steeds zo populair is. Ik heb echt een box vol. Wow. Oh my god. De spicy chai tea. Ja, spicy chai tea. Echt super lekker. Oké, laten we gewoon unboxen. Oh, dat vind ik helemaal leuk. Ik heb gewoon alle nieuwe producten gekregen. Plumping Lip Filler Cinnamon. Cinnamon oil. Oh, cute. Dan een Holo Balm Shiny Lip Gloss. Ook een lipglossje. Oh, Grow Lash and Brow Serum. Dit ga ik uitproberen. Hydrating Glossy Lip Balm. Oh, Extra Care. Leuk. Ja, Essence is dus gewoon lekker cheap. Dus als deze producten allemaal goed werken, dan kunnen jullie dit ook gewoon een paar euro aanschaffen. Dan een mascara. Oh nee, een Transparent Brow Fixing Gel. Oh, dit is echt precies wat ik nodig heb. Gewoon precies. Dan kan je hem gewoon even snel zo kammen. Want dat heb ik niet. Oh, een lash liner. Wat is dit? Ja. Oh my god, dit komt zo gezegend uit. Hier kan je dus een lijntje mee zetten. En ik zet de laatste tijd best wel vaak bruine eyeliner lijntjes. Maar met een of ander vaag oogpotlood dat echt niet werkt. Een Pore Minimizing Serum met niacinamide. Fix and Last Loose Makeup Fixing Powder. Oh, dit is gewoon een witte poeder. Nou, dit is ook altijd handig om te hebben. I love it. Nog een poeder. Dit is een highlighter. Make Me Glow Baked Highlighter.
cute. Gewoon een beetje een natural kleurtje. Oh, chill. Waterproof eye makeup remover. Hier kan je me ook altijd blij mee maken. Gewoon, ik zet het best dan neer. Oh, dit zijn nagels. Ja, ik heb dat. Ik gebruik dat dus niet. Ik heb natuurlijk acrylnagels ook wellicht de helft eraf. Maar hier kan ik sowieso wel mezelf blij mee maken. Dan hebben we een mascara. Nou, ik zeg je één ding. Ultra Back. De mascara's, de Essence, zijn echt mijn favoriet. Ziet er ook wat chill uit. Matte Comfort Lip Liner in het rood. Ja, dit is echt niks voor mij. Ik hou ook niet van rood. Ja, dat ga ik gewoon niet gebruiken. Oh, mijn nagellakjes. Leuk. Een topcoat en een base coat. Ja, dit is precies wat ik nodig heb. Voor mijn teennagels. Ik heb dus 2 jaar geleden zo al mijn nagellak weggegooid. Omdat het gewoon allemaal stroperig en hard en lelijk was. Dit vind ik een beetje een gek kleurtje, maar mij niet. Een lipstick. Oh, de kleur ziet er wel echt heel mooi uit. Oh ja, dit is helemaal mijn kleur. Heel mooi. De Don't Stop Believing In eyeshadow palette. Met allemaal leuke kleurtjes voor feestdagen. Ik heb dus precies een soort paarsig jurkje die ik krijg. In dit kleurtje, dus die is heel leuk om te combineren. Ja, mijn nagels kunnen echt niet meer. In situaties waarin ik stress heb en een kut voel, ga ik al mijn nagels eraf bijten. Dus dat is moeilijk. Een of andere manier doe ik dat onbewust. Ik doe dat echt onbewust. En elke keer gaat het zo weer. Dus als je mijn zomer nagels ziet, kan het of omdat ik gewoon een tijdje verslordig was, of omdat ik gewoon niet lekker mijn vel wil. Leuke productjes. Super erg bedankt voor dit pakketje. 12-year-old me is crying. Terwijl Essence is echt geen duur merk. Maar het was gewoon, nou ja, als ik dit bij Marsha bij Beauty Gloss zag. Dat zij al die Essence producten kregen. Nou, dan werd ik gewoon niet goed. Dan werd ik niet goed. Dus ja, super cute. Hallo allemaal. Het is vandaag dinsdag. Oh ja, het is dinsdag. Ik ben op kantoor een tijdje aan het werk. Merel en Cecile zijn in Barcelona. Dus ik ben hier alleen maar met Maggie. En Dias. Helemaal gezellig. Vanavond ga ik gezellig sushi eten met mijn nicht en mijn oma. Dus daar heb ik helemaal zin in. Ja. Ik ben een beetje aan het werken. She's such a fucking liar. Jullie, ja, ik ken het waarschijnlijk wel. Want ik heb het al super veel laten zien in de vlogs. Maar vandaag heb ik lekker een wifi mee naar kantoor. Dit is dus een gebalanceerde drinkmaaltijd. En er zitten 26 vitamine en mineralen in. Hoog eiwitgehalte, vezels en het is lactose, gluten en toegevoegde suikers vrij. Ja, het is echt een verantwoorde maaltijd. Vooral nu het echt heel druk is op werk is het super chill om dus tussendoor te nemen. Want ik ben niet tijd kwijt aan lunchen. Maar ik kan het gewoon nemen. Ik heb mijn favoriete smaken nu weer besteld zijn vanille, banaan. Die cold brew koffie vind ik heel chill. Er zit ook echte cafeïne in. Dus eigenlijk gewoon een soort ook een koffietje in één. En ik heb dus nu de Classic Choco. Nog helemaal leuk bij de Cozy Vibes. En hebben ze ook een hele handige starters pack. En hierin heb je dus al die smaken die ik net opnoemde. Volgens mij ook met kokos erbij. Dus de 5 meest bekende smaken. Kan je starters pack uitproberen en kan je een beetje kijken wat voor jou werkt. Maar dat wil ik even met jullie delen. Want het is echt een life hack weer deze office dagen. Er is dus nu een hele leuke pre-Black Friday sale. De Taster's packs zijn nu tijdens de Black zo. De Taster's packs zijn nu met de pre-Black Friday sale 25% in de korting. Maar met mijn kortingscode SarahYouTube, Sarah-YouTube, krijg je hier nog eens 10% extra bovenop. Dus gewoon 35% korting. Dus ben je er nog niet mee bekend of ken je het al en wil je gewoon weer even wat lekkere smaakjes? Vergeet dat zeker niet. Het is ik ga slower. Ik ga niet zo fast. I'm a friend. Judging me that I'm not that hard on your vlog. I'm sorry. Dit geldt tot de 20e, dus je hebt een week de tijd om het te bemachtigen. Maar het linkje staat in de beschrijving en de kortingscode ook. Dus vergeet zeker niet te checken. Lekker uit te proberen. Ik zou, als er nu toch zoveel korting is, gewoon even zo'n tegenspijp bestellen. En dan kan je het gewoon lekker voor jezelf kijken of je het wat vindt. Alright, het is inmiddels 5 uur. Ik ben met mijn auto en ik moet haasten. Dus ik ga snel haasten. Ik ga lekker sushi eten met Lianne, mijn nicht en mijn oma. Super veel zin in. Ik heb bij mijn favoriet besteld, Sky Asia. Dus ik ga nu zo naar huis en nou, van naar mijn oma. En dan heb ik nog een sushi. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag
woensdag. Ik heb vanochtend gesport en ik heb nu gedoucht en even aangekleed. En vandaag moet ik heel veel content maken, editen. En ik ga naar de Westfield Mall voor een video voor de Xenos. Want ik ga daar shoppen in die shopping store. Leuke dag. Maar eerst editen. Ik ben inmiddels helemaal omgekleed en opgemaakt. En ik ga met mijn moeder naar de Xenos. Want we gaan allemaal Christmas shopping doen voor een video. Dus ja, wil je de video zien moet je kijken naar Xenos YouTube. Xenos YouTube kanaal. Maar we gaan naar de Westfield Mall. Dus helemaal gezellig. Ik heb net wat gegeten en omgekleed en opgemaakt en zo. En dan gaan we er nu gezellig heen. En ik heb niet de samenwerkingen en ik heb niet alles kunnen doen wat ik heb willen doen. Maar vanavond hebben we ook nog. Dus het komt helemaal goed. Nou, we zijn bij de Westfield Mall aangekomen. En nu gaan we naar de Xenos. Nou, paniekaanval. Ik camera kwijt. Lag gewoon in mijn auto, van niks aan de hand. Bij de Xenos zijn we helemaal geslaagd. Superleuk. Ik ga dat denk ik vrijdag filmen. Dus het komt helemaal goed. Het is een drukke, maar wel productieve dag. Het is weer eens zover. En ik zat trouwens mijn diploma aan te vragen en toen zag ik dit. Hoe lekker ziet dit eruit? Ik heb gewoon al mijn studiepunten. Zo goed. Oh my god. Zo, ik heb even lekker mijn make-up eraf gehaald. Pyjamaatje aangedaan. Het is nu 10:30 werk. Ik heb de hele avond nog gewerkt. Ik ga even skincare opdoen. En ik ga even lekker YouTube kijken. En dan ga ik lekker slapen. Want morgen moet ik weer werken. In Amsterdam ga ik naar kantoor. Kijk, mijn moeder had deze tompoes gehad bij een hele lekkere bakker. Een hele goede morgen allemaal. Dat is het oranje licht. Het is vandaag donderdag. En het is een nieuwe werkdag. Dus ik ga mijn tas inpakken. En wat zeg ik? Dat heb ik al gedaan. Ik ga naar beneden mijn spullen pakken. En de auto in. En ik ga. Goedemorgen allemaal. Nou, ik ben lekker op kantoor. Ik heb even mijn bureautje. Bij deze bureaus hebben we dus allemaal van een samenwerking een keer gekregen via mij, van Flexispot. En we zijn er nog steeds zo bizar blij mee. En deze stoelen zitten ook echt top. En ik ga nu even lekker een theetje zetten en ik heb lekker een koffietje. Dan gaan we lekker werken. Volgens mij moeten er komen Diaz en Floor nog. De meisjes die hier stage lopen. En middels chill heb ik Barça. En Maggie gaat naar Italië vandaag. So I hope dat ze komen, anders ben ik hier de hele dag alleen. Vloggen? Ja, nu zet hij aan. Ja, vlog takeover. Ik snap dit niet. Maar de foto is echt zo lelijk. Ja, hoor. Ik zal hem er niet in doen. Hij heeft echt vuren de laatste tijd dat hij niet meer scherp is. Nou ja, Floor, wat voor broodje ga je halen? Ja, ik weet het niet. Misschien een bagel? Oh, niet een bagel. Een bagel, nee. Mijn voorhoofd, die kan hier eruit komen. Maar ik wil niet een bagel. Ik ook niet. Maar dit zijn hele lekkere bagels. Wat dan? Waar? Floos. Maar wat zit er op die bagel? Ja, dan kan je zelf kiezen. Oh. Maar gaan we nu, oh dit is ontbijt. Dan gaan we nu al lunchen. Oh. Nee. Maar we nemen het er wel van als de baas van het kantoor zijn. Hè? Hier, kijk eens even. Jij. Nou, de meiden hebben even lekker broodje gehaald. Met geelworst. Honey mustard saus. Bij dit. Ben benieuwd. Wacht, oh, lekker. Oh, ziet er echt goed uit. Nou, het smaakt lekker. Het smaakt lekker. Heel goed. Let's try. Wat heb jij? Ook geelworst en pizza de NATO. Oh. Nice. Ja.
Oh, van die. Weet je. Dat is echt een probleem. En dan kunnen we niet drukken, die knopje. Nee. Hij nee, lekt helemaal. Hij lekt helemaal. Dit is niet goed hoor. Ja. Moet je draaien? Oh my god. Oh, misschien kunnen we die bier dichtdraaien. Oh, wat denk jij? Wat denk jij? Ja, maar het is water. Ja, die bakje gaan we nu dichtdraaien. Oh nee. Wie is er? Oh, Rosa is er. Ja, maar hij draait niet. Echt. Je moet dichtdraaien. Afsluiten en dan laten we iemand, dan moet er iemand komen om die lek om het lek te maken. Kon hem niet afsluiten. Hij kon niet afgesloten worden, want hij kon niet draaien. Nee, ik trok door en toen liep ik weg en toen dacht ik, wat is dit watergeluid? En toen liep ik terug en toen dit situatie. Hey! Goedemorgen allemaal. Het is vandaag Friday. Almost weekend. En ik heb zo'n leuk weekend. Voor ogen, zeg maar, voor de boeg. Deze week ging echt ziek snel. Ik heb het ook echt vet druk gehad, dus vandaar was het heel leuk. Maar, ik ben nu bij de sportschool. Bij de basic. En ik ga lekker sporten. En mijn nagels hierna doen, want dit kan echt niet meer. Het ziet er gewoon niet meer uit. Moet ook even een stukje korter doen, want ik was eigenlijk iets te lang gedaan. Het is nu 9:15. Ik heb tot kort voor... Nou, ik heb even de tijd. Ik denk dat ik vanuit hier meteen doorga naar mijn nagels. Dan begin ik helemaal naar huis te gaan. Dan... Dat. Nou goed. Ja, ik ga lekker sporten. Oké. Ik heb lekker gesport. Kijk, nu zie je mij dus helemaal pas. Maar ik heb lekker gesport en het is nu 10:00. En ik ga nu meteen door naar de nagels. Ben ik iets te vroeg, maar ik zeg altijd beter vroeg dan te laat. En ik ben altijd te laat bij haar, want ik heb altijd stress in mijn leven. Hey, jongens op. Shiza. Nou, ik ga er naartoe. Eindelijk nieuwe nagels en ik moet zoveel doen vandaag. Dat is echt niet normaal. Oh my god, ik heb zo cute nagels. Geïnspireerd op de Hailey Bieber Donut Glazed Nails. Kijk. Ze hebben zeg maar zo'n... Zeg maar zo'n glimmertje erin. Zo van een glazed donut. Het chrome is het. Nou, ik vind het zo cute. I love it. Helemaal weer blij mee. Ik heb ook meteen boodschappen gehaald voor de sushi. Dus ga ik even in de koelkast doen allemaal zo. En even opbergen. Helemaal top. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is echt een super mooie dag. Lekker de zon schijnt en zo. Dus ik ga lekker sporten. Ik ga er lekker heen op de scooter. Het fietje is aan. Ik heb net trouwens bij de visboer even lekker verzand wijn gehaald voor de sushi die ik morgen ga maken. Nou ja, helemaal zin in. Helemaal leuk weekend heb ik. Woe! Nou, het is inmiddels alweer avond. Met Isabel. We hebben net even alles ruim even die zo. Ja, nee. Voor Parijs en zo. Nou, we gaan nu naar Bo. Dit is de look. Leuk, het zilveren baga. En we gaan lekker eten. We moeten nog opmaken hoor, maar dat gaan we bij Bo doen. Ja, ik ook. Kijk, dit is de look. Je ziet het niet echt, maar helemaal cute. Hier is mijn schat Bo. Helemaal pretty. En hier is Isabel. Ook mega knap. En ja, de girls. Gaan we lekker met de bus, zoals vroegere tijden. De meiden zitten, helemaal gezellig. We hebben echt super veel lekker eten. We hebben hier octopus, burrata en vitello tonnato. Nou, het ziet er allemaal echt heel goed uit. En we hebben lekker een cocktail. Yes, I'm cute. Het lijkt alsof ik gewoon geen mascara heb. Ja, maar ook foto's zien dat niet. Gadver, kijk, heb je mijn hoofd gezien? Nou, kijk, deze zussen, dit is zussen, zo knap. Nou, jij. Wat erop. Ah, Dolly. Ah. Nou, mijn cheers. Lekker scoopinootje. Oh my god, we hebben een tiramisu. Ik ben zo benieuwd.
Want we zien hem hier echt over de stoombank heen vliegen. Iedereen bestelt het in hem. Dankjewel. Niet normaal. Het is wel precies hoe je hem wil. Oh. Zo lekker. Heel lekker. Nee. Hoe hou jij je lepel? Ja, ik ging laten zien in de vlog. Mag ik even filmen, Jim? Ja. Doe jij dat. Zo lekker? Ja. Ja, hij is al op. Ja. We zijn er dus al, we zijn 3 happen. Nou, niet voor jou hoor, Bo. Nou, kijk hoe leuk. Je moet eigenlijk, kan ik dat inzoomen? Ja. Hier? Ja. Ik hoop dan ook scherp. Hoe zat die scherp? Ja, dat hoort niet, maar dan moet je hem even aan en uit doen. Ja, hij doet het nu, hij doet het nu. Dit is. Even zo met je zijkant, gewoon kleukelen. Ja, oké, laat ik ze zeggen. Jij kan me niet zien, jij. Nou. Ik kan wel zien. Bij mij? Bij mezelf, ja, bij anderen ook. Nee, maar dat is niet dat er maar één wordt oranje. Sorry, is dat oranje? Ja, zo door de belicht. Ja. Eens kijken. Wacht, nu is het weer normaal. Nee, maar kijk eens. Ja. Ik wil lichter daar dan hier, toch? Ja. Maar kijk dit verschil. Ja. Kijk dit. En ruik even. Nee, het gaat helemaal fout. Nee. Neem maar een beetje van mij. Nee. Ja. Nee. Ik wilde alleen even het ijs eruit halen om te kijken hoeveel erin zat, maar dat is niet meer. Nou, ik zit helemaal in de amaretto. Ik ben helemaal nauw. Nee. Nou, in ieder geval, ik wou zeggen. Gaan met hem. Nee, joh. Pink Burrow. Ja. Nou, we hebben in ieder geval een amaretto. Het is hier helemaal glas. Ja, nee, het is geen glas. Het is allemaal gewoon drank hier. Het is allemaal ijs. Nee, het is geen... Het ruikt wel lekker naar bitterkoekjes. Schaam het ook. Schaam. Schat, is genoeg. Oh, die boom geleefd. Ja, boeien. Weet je? Dat is voor mij. Ik heb een heerlijk gin tonic. Ja, die heb ik al 3 uur geleden besteld. Ja, ik schaam me dood. Mag ik iets zeggen? Ja. Zo. Zo. Wat wij zeggen? Wij worden opgehaald. Ja, we worden gewoon opgehaald. Fucking chill. We worden gewoon opgehaald met vrienden. Gewoon geen OV, geen bus. Gewoon helemaal zussen. We gaan een podcast opnemen. Jongens. Nee, dat mag nog niet zeggen. Oh. Spoiler alert. Nee. Thumbs up. Ja, duimpje omhoog als je ons een podcast wil zien maken. Wat zeg je? Thumbs up. Oh. Zullen we doen? Nou, het duurt nog wel. Ja, het duurt nog wel even hoor. Over 5 minuten gaan ze gaan rijden. Zij zien wel iets later dan 1:30, maar ja, maakt niet uit, toch? Beter dan met OV, ja toch? Ja, ja. Sowieso. Hij zegt nu bedoel ik.
Ze komen er nu aan. Kijk, we uitzien Ik heb echt het ballen te plaatsen. Ja. Zie je morgen welkom in de vlog. Nou, mijn telefoon plat. Ja, dat is het amaretto. Ja. Even amaretto. Ik heb amaretto gegooid. Maar je moet een soort heel hoog houden of zo. Ja. Anders zou je half voorhouden. Ja. Ja, dus wij zijn nu. Ja, samen wel naar weg. Ik was zeg maar aan pitten. Even powernap. We hadden een amaretto met ijs besteld. Maar ik had hem even omgegooid op de bank. Maar dat ging voor ons. Ik ga het even proeven. Ja. Echt heel lekker, echt naar bitterkoekjes ei. Oh my god, die gestuurd, jongens. Haar liefde, haar vierde liefde stuurt ons. Oké. Ja, je moet even goed luisteren. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ga vandaag lekker sushi maken en ik ben de hele dag al bezig met voorbereidingen. Ik heb hier yakitori spiesjes, de rijst, de ingrediënten. Dus ik ga lekker rollen. Ik ben helemaal benieuwd. Hallo allemaal, het is inmiddels alweer zondagavond. De sushi was echt super goed gelukt. Ik zal er even wat foto's in plakken, want het was echt zo lekker en zo goed gelukt. Het was gezellig met Stan, zijn ouders, met Stan en mijn ouders. Het was echt zo leuk. Dus ja, dit was dan alweer de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet me zeker niet te supporten door een blauw duimpje omhoog te geven. En te mij te abonneren en me te volgen op TikTok en Instagram. Dat is allemaal hetzelfde woord. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende week nog weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now. You just give me a...